nu dan de baas van Veronica. Je ziet thuis ook zo bazig. Ik ben bij jullie thuis geweest en vond ik hem zeer vaderlijk, aimabel, rustig. Ja, dat klopt. Ja, en mooie dagen herinner ik me dat ik daar was. Ja, het was fantastisch aan met jou. Met die plaat ook alweer. Daar is morsecode voor. Code, nope, SOS. Ja, zeker. Ja, kijk mee naar de studio met z'n, want daar staat hij gewoon. Lekker even meezingen met z'n allen, want Stenders is hier. Daar gaat hij. Kijk mee via de beelden. Beelden, die zijn heel bijzonder. Rita, ratata, dat is toch enig. Hij is de ecstasy van jouw humeur. Hij zucht en steunt en kan niet tegen gezeur. Dat tempo, hé. Gozer, serieus. Ja. Misschien kun je de appjes even voorlezen. Even kijken, Mousie zegt... vele vrijdagavonden, Stenders en Van Inkel, geluisterd en gelachen. Leuk je weer op het oude nest horen, man. Ja, zo leuk jullie twee. Kan Rob niet terugkomen op 3FM? Goeie vraag, die zou mij dan nooit binnen schieten, gek genoeg. Zou ik dat vinden? Nou ja, tot voor kort vond ik mezelf te oud voor 3FM. Maar hoe oud ben jij toch weer? Wat goed! Ja. Maar ik zie jou nog wel bij 3FM terechtkomen. Maar goed, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ja, en moet ik zeggen dat de natuur genadig voor jou is, hè? Ja, hè? Ja. Ik moet je zeggen, ik ben niet ontevreden. En dan sta ik nog aangekleed, moet je nagaan. Ja. Dit is Keur in de Middag. 3FM. 3FM. Keur in de Middag. Trouble, blood is in the rocky waters. Is je werkelijk weer voorbij? Ja, in de pielen, rij naar rij. Bah. Ben je vast in lange baan? Zet dan gewoon je radio aan. Keur in de Middag. Ik zeg, luister mee. De kreurende vrouw in de achtergrond, dat geurde nooit genoeg voor hem. Speciaal voor Rob Stenders, voor al zijn fans. Hij is nu in beeld hier bij 3FM. Even een moment van rust, Rob. Ja, dat dacht ik net ook, maar dat was heel kort, hè? Ja. Misschien moeten we even teruggaan naar een kleine verhaaltje van hoe wij elkaar hebben leren kennen. Dat was niet goed, hè? Dat was niet goed. Wil jij even de aanzet geven? Jij zat 's nachts van 4 tot 6 en je vond niks van mijn muziek. Dat vond je vreselijk allemaal. Heroïne-muziek. En ik vond jou misschien net iets te losjes voor 3FM, want we zaten er allemaal serieus in en we wilden hele serieuze muziek. We hadden ook Serious Request, we hadden Serious Music en Serious Radio. En serieus, geen grapjes. Nee, dus jij zat daar gewoon van 4 tot 6 en dan riep je, straks komt die gozer met dat moeilijke haar. Ja, en klopt. Die doet moeilijke muziek en er is helemaal geen reet aan, dus ga lekker naar een andere zender. Klopt. En toen dacht ik, nou ja, dan vind ik hem ook niet leuk, want hij zegt ook boe, 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 boe. En dan ben je dus 1000 jaar verder en dan kom ik jou weer tegen op de regionale omroep en dan denk ik, god, verbood ons de vloeken, die gozer is leuk. Ja, dat vond ik toen niet, maar nu wel. Ja. En nou, toen kwamen we bij de regionale omroep en toen hadden wij een Bert van Leeuwen momentje samen. En toen vonden we elkaar wel leuk. En dat is zo gebleven tot nu toe. Jij zei toen tegen mij, ik zat er toen de tijd veel te fundamentalistisch in. Ja. Iemand die grapjes maakt op de ruimte, dat kan echt niet. Misschien had je voor de tijd gelijk. Nee, ook niet. Ook niet? Gewoon te fundamentalistisch. Ja. Nou ja, en nu 1000 jaar na dato zitten we bij 3FM. Ja. En hebben we besloten dat we eeuwige verkering nemen. Ja. Ja. Nou goed, ik ben zelfs bij je thuis geweest. En daar heb ik jouw liefzallige vrouw leren kennen. Ja. Je mag niet op de buitenkant iemand, dat doe ik ook niet. Wat is nou zijn leukste karaktertrek? Mogen we eens vragen? Ja,